We staan hier in de stand van Sintra Sagnea Real Estate and Finance. Nicole Maarsen, jij bent directeur vastgoed. Deze Provada gaat het voor jullie vooral over duurzaamheid. Ja, wij vertalen duurzaamheid naar beleggen met betekenis. En dat is voor ons natuurlijk enerzijds gewoon de duurzaamheid zoals we dat kennen. Hè, verantwoord beleggen in de zin van het moet zo min mogelijk energie gebruiken, het moet duurzame energie zijn. Maar voor ons gaat het wel verder. Voor ons gaat het ook heel erg nadrukkelijk om impact hebben in een stad. Verbinden, verbeteren, vernieuwen. En dat concreet maken naar beleggingsbeleid. Dus voor ons gaat het heel erg om het vertalen van ambities naar concrete beleggingsproposities. Jullie vertellen dit jaar dat je 5 doelstellingen over hebt genomen van de Verenigde Naties. Hoe pas je dat concreet toe? Nou, wij zien dat we eigenlijk al heel veel toepassingen hebben op het gebied van duurzaamheid, maar dat we eigenlijk de kapstok daarvoor misten. Zo zijn wij al bezig met pilots rondom bijvoorbeeld well-being, Bang, BREEAM Outstanding, de GRESB-sterren natuurlijk. Maar de kapstok van het geheel hebben wij geformuleerd door de 5 UN-goals te kiezen de facto, waar we ook impact op kunnen hebben. Ja, want de Sustainable Development Goals van de United Nations zijn heel breed. Ja, die gaan deels bijvoorbeeld ook over armoede bestrijden. Nou, dat kunnen wij in onze vastgoedbranche wat minder goed doen. Maar we hebben nu een aantal gekozen waarin het even nadrukkelijk gaat om partnerschap en het verbinden van duurzaamheidsdoelstellingen naar vastgoed. En wij passen dat dus nu heel concreet toe door samen met onze klanten beleggingsbeleid te formuleren op die 5 Sustainable Development Goals. En dan zul je zien dat we eigenlijk de facto al heel veel van dat soort dingen hebben gedaan, maar dat we dat te weinig hebben geconcretiseerd tot beleggingsbeleid. En dat zijn wij nu aan het concretiseren. Dus aan het eind van het jaar zullen al onze klanten dat hebben geformaliseerd tot doelstellingen in hun portefeuilles. En betekent dat ook concreet andere maatregelen in de woningen? Ja, dat betekent bijvoorbeeld binnen complexen natuurlijk eerst het energieverbruik verminderen. Dus in bestaand vastgoed is dat heel erg het isolatieverhaal. Maar vervolgens ook duurzame energie gebruiken. Dus we zijn bijvoorbeeld bezig met een pilot voor aquathermie. Van hoe kun je je gebouw op het gebied van door middel van water verwarmen. Maar windenergie, zonne-energie evident ook. Dus aan de ene kant zul je het op die manier zien. Maar aan de andere kant proberen we dat ook heel erg te vertalen naar concepten. Dus mobiliteitsconcepten bijvoorbeeld. Het PVE van ons ging voorheen altijd uit van 1 woning met 1 parkeerplaats. Nou, dat hebben we natuurlijk losgelaten. Dat is al lang niet meer het verhaal. En we hebben onze eigen deelauto's bijvoorbeeld in concepten. Maar we zullen het ook vertalen naar in onze zorgportefeuille. Bijvoorbeeld met allerlei kleine toepassingen. Zoals een smart key. Weet je, hoe kan je eenzaamheid terugdringen? Door bijvoorbeeld het lezen van een sleutel en te zien hoe iemand wel of niet bezocht wordt of het zijn huis uitgaat. Dus voor ons is het heel breed, van stenenbelegging naar echte exploitatie. En het ene pensioenfonds zal er meer mee hebben dan de ander. Maar het is onze doelstelling om eigenlijk alle mogelijkheden die we op dit moment zien ook toe te passen en voor het voetlicht te brengen van onze beleggers.